Zoals jullie zien, zitten we in een flinke sneeuwbui hier in Tsjechië. Allereerst heb ik hier een doosje van Your Pyro, jongens. Mocht je nog een aansteker willen voor oud en nieuw, een goede om te stoken, zou ik even gaan naar yourpyro.nl. Voer de kortingscode PYROTEAM DELFT in en dan krijg je korting. En wij hebben dit pakketje van hem ontvangen. Wij worden altijd goed verzorgd door hem. Kijk dan, de Zippo Torch. Dan heb je deze Champ High. Zo'n grote crème brûlée brander hebben we ook. En dit zijn de beste torches die je kan krijgen op de markt. Your Pyro is altijd heel snel met het verzenden ook. Dus mocht je een aansteker willen, zou ik dat zeker nu doen. Want richting het einde van het jaar is er veel meer niet op voorraad. Of je pakketje wordt zoek geraakt omdat iedereen vanwege de kerst dingen wil bestellen. We gaan nu eventjes naar de markt. Laat ik jullie zien hoe we het vuurwerk gekocht hebben. Beneden mee, allemaal vuurwerk. Ik moet even uitkijken, ik weet niet of je mag filmen. Maar misschien halen we even een cakeje, wat te knallen. En dan gaan we zo meteen weer terug naar de locatie om het af te steken. Jongens, kijk wat we hebben gevonden. La Bomba, die gaan we wel meenemen. Cola Salute, zijn dit nou de nieuwe of de oude? Van mij de oude? Ik denk de oude, man. Even kijken wat de achterkant. Nou, we gaan deze zeker even halen. Wat hebben we gekocht? Dat laat ik jullie even zien. Allereerst een pakje Cola Salute. Ik hoop nogmaals dat jullie het goed kunnen zien vanwege de sneeuwbuien. We hebben een pakje La Bomba. We hebben een pakje Big Bang 2G. En we hebben een pakje Big Bang 2G, maar dan in de zwarte kleur. Dit waren dus de beste knallers die we op de markt hebben kunnen kopen. Op deze markt. Dus ik dacht bij mezelf van weet je wat, we gaan even een leuke stookvideo maken voor jullie. En dit gelijk laten horen hoe hard het klinkt. Ik hoop dat we niet een al te dik pak sneeuw gaan krijgen in deze 10 minuten. Want toen we hier net stonden, was dit nog niet wit, man. Nu is het gelijk wit geworden. Dus ik denk dat we maar moeten beginnen met stoken. Want ook mijn capuchon zit helemaal onder de sneeuw. Maar dit geeft wel de beste decembersfeer, jongens. Okay. Laten we maar beginnen, jongens. Met een La Bomba. Even uitkijken voor het gips. Goeie knallen, hè? Ja, man. Stooksessie. Ik ken die rode. Nog nooit gehad, namelijk. In de sneeuw. Een beetje goed. Het zijn goede knallen, die hoor. Niet slecht inderdaad. Gips, hè? Nee, ik denk dat het dopjes zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Het sneeuwt wel goed. Het sneeuwt wel een beetje te goed door nu. Ik zei het net nog. Maar alles is wit aan het worden. Weten we in ieder geval zeker dat er niemand is, man, trouwens. Toch? Ik denk het. Deze sneeuw. Zo, die ligt er onze kant op, hoor. Hey, weet je wat wel ziek is? Dit is wel echt droge sneeuw. Ik zie het, de hele doosie ligt onder. Deze? Big Bang 2G. Ik doe een beetje denken aan die ouderwetse stooksessies. Oh, dat was de hardste. Die zijn keihard. Die zijn het hardste inderdaad. Zo. Nou, het wordt wel nu nat ook, man, het vuurwerk. Laat die vlokken ook. Kijk hoe wit ik ben. Ja, het is insane. Heb je al zo'n Cola Salute gedaan, of niet? Dit zijn harde.
Volle saluut? Ja. Ja. Die zijn wel een stuk zwaarder, man. Ik ben benieuwd wat die doet. Zo, dat was een poffer. Wat is dit nou weer, joh? Ja, dit is echt rommel. Dus die zwarte zijn... Deze zijn absoluut het best, man. Toch ziek dat die lontjes gewoon door blijven gaan, hè? Zo. Zijn het hardst, hè? Ja, die zijn goed. Die rook ook, wat een sfeer dit, jongens. Oeh, die rook! Ik denk wel dat dit een van de meest sfeervolle video's is die jullie de afgelopen jaren hebben gezien, zo in de sneeuw. Camera is helemaal wit, ik hoop dat hij het overleeft. Zie ik? Zo, die ligt dichtbij, hoor. Oh shit. Zo, wat een bui, joh. En wij maar denken dat het ging regenen, gek. Kijk, die zwarte waren echt het best. Goede nieuws is wel dat die aanstekers het blijven doen. Oh, ik word wel nat ook nu, gek. Ja. Ik heb echt koude handen, hoor. Wat is dat, La Bomba? Uh-huh. En die zijn beter dan die Collosoluts. Nou jongens, die Collosoluts heeft ons echt geschetst. Die vrouw die dat wilde verkopen. La Bomba heb ik nog niet geschetst volgens mij, maar even luisteren. Jawel, jawel. Jawel? Mooie vlam. Ze zijn wel harder dan die Collosoluts. Dat zeg jij ook? Ja man, 100%. Zo, maat, ik word geraakt. Ja, ik zweer het op mijn hoofd. Oh, goeie, beter. Nee, ik kreeg een stuk beton op mijn haars. Jullie zien het. In de sneeuw. En dan wel die harde. Kijk met je. Zo, die pof, gek. Ja, dat dempt enorm. Dat die lontjes het gewoon doen, man. Zoals jullie zien zitten we weer in de auto. Ik moet je zeggen, we waren helemaal ondergesneeuwd, helemaal nat, de camera was nat. Vandaar dat we nu weer even in de auto zitten om de video af te sluiten. We hebben leuke knallers gedaan, al moet ik zeggen dat die zwarte dumbum het hardste waren. En de Collosoluts waarvan wij dachten, nou dat zijn de ziekste knallen, waar ze op de markt in eerste instantie zelfs 15 euro per pakje voor vroegen, hebben we maar, ja, die waren echt heel slecht. Als je even naar de weg filmt, zie je dat het nog steeds sneeuwt. Het is wel een beetje nattig, maar het is nog steeds min 1 volgens de auto. Het is wel echt heel mooi trouwens. Ja. Ik hoop dat jullie in ieder geval een zieke stookvideo vonden, jongens. Want het is een unieke video, zo stoken in de sneeuw. Er komen ook nog andere stookvideo's aan die niet in de sneeuw zijn. Dus thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie ons binnenkort weer met een nieuwe Tsjechië video. Later.